het zijn feestweken bij FC Utrecht. Vorige week al werd Edouard Duplan toch langer vastgelegd en tekende Adam Sorota voor 4 jaar bij. Nu is het de beurt aan de jonge Kenny Thijssen en Elroy Papot om hun eerste profcontract te tekenen. Ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk geweldig. Je bent hier vanaf de D in de jeugdacademie en nu teken je eerste A-contract. Dus ja, voor mijzelf persoonlijk is dat iets waar ik heel erg trots op ben. Ik doe alles voor mijn voetbal. Ja, dat het nu wordt het dan toch eindelijk een beetje toch je werk. Dus voor mij is het prachtig. Thijssen tekent voor 2 jaar met een extra optie. De linkervleugelverdediger heeft zijn contract deels verdiend door zijn goede verhuurperiode bij FC Os. Nou, als ik kijk, mijn eerste wedstrijd tegen Volendam was voor mij al gelijk een les van waar ben ik nou beland. En ja, als je dan ziet naar de lessen of naar de wedstrijden die daar volgden en hoe ik heb gespeeld, is het alleen maar beter gegaan. En vooral het verdedigen ook is me beter afgegaan en kan ik nu ook weer beter. Waar Thijssen zijn officiële debuut bij FC Utrecht nog niet heeft gemaakt, speelde Papot al 3 keer mee en scoorde zelfs. De middenvelder, die ook 2 jaar langer tekent met een optie voor een 3e jaar, weet wat hij moet doen om komend seizoen vaker te spelen. Nou, mijn dingen waar ik me mee bezig moet houden in mijn ontwikkeling zijn vooral het fysieke gedeelte, snelle handelen. Het is natuurlijk nu een niveautje hoger, dus ja, je hebt wat minder tijd. Dus dat zijn de dingen waar ik me aan moet ontwikkelen. Utrecht begint de competitie met een jonge selectie. Het duo heeft veel vertrouwen in de groep die er nu staat. Een jonge groep, een paar ouderen erbij. Ik denk dat het weer iets moois kan worden. En wat verwacht je voor jezelf? Ik verwacht om nog meer te gaan leren. En ja, ik hoop dan concurrentiestrijd aan te kunnen gaan. En dan klaar voor zijn als ik nodig ben. Voor dit seizoen hoop ik me vooral de voorbereiding gewoon goed te presteren. Laten zien wat ik kan. Trainers weten natuurlijk wel wat ik kan. Maar ja, voorbereiding is altijd nieuw. Nieuwe kansen. Dus iedereen heeft er zin in. En dan hoop ik gewoon te laten zien wat zij mij kunnen hebben. En dan hoop ik natuurlijk vast waar te worden in het eerste. Kijk, nummers, die zijn nog geheim. Jullie gingen gewoon kijken naar de nummers, hè? Ja. Dat hebben jullie goed gedaan. Robbie en Marcel zitten achterin.